Nou, laat hem eerst maar even zien, Matt. Kan slechter, hè? Dat kan zeker slechter. Hoe is het om, om de schaal vast te houden? Ja, dat voelt natuurlijk erg goed. Ik heb hem nog niet heel veel aangeraakt, want iedereen wilde mee op de foto, maar nu mag ik eventjes. Jij bent niet degene die als eerste die schaal dan pakt en naar de supporters gaat, hè? Nee. Ja, ik heb het één keer gedaan, maar iedereen die wil hem hebben, ik denk, doe nu eventjes. Maar hoe is het? Je bent kampioen? Ja, ik kan het nog niet echt helemaal geloven, maar het is wel het feit natuurlijk. Ja, probeer het eens te beschrijven hoe zoiets is. Geweldig, ja. Ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht ook, omdat we, ik denk dat dat de aankomende 2 weken pas echt een beetje gebeurt, omdat we dan echt een beetje rust hebben. Maar dit half jaar is denk ik wel heel bijzonder, ja. Kan je niet verzinnen, toch? Nee, dat denk ik. Had je dat ooit gedacht? Nee, toen ik hier kwam dacht ik niet dat we kampioen zouden worden en ik ben Nederland zelf al zou spelen en nu basis spelen. Nee, dat zou wel een beetje gek zijn, maar ik had er wel op gehoopt, maar niet gedacht, nee. Maar als je nou toch terugkijkt naar dat, het is een half jaar geweest, je hebt 24 wedstrijden gespeeld, zag ik. Ja, wat denk je dan? Hoe beschrijf je dat? Ik denk dat ik, persoonlijk denk ik dat ik, goede wedstrijden, soms ook wel wat minder, maar ja, dat hoort er denk ik een beetje bij. En op naar volgend jaar moet het gewoon, moet het natuurlijk nog beter, maar ik weet wel waar ik aan moet werken, dus dat komt wel goed, ja. Voordat we over volgend jaar gaan hebben, kort, want de persco begint ook zo, hoe was het vandaag? Ja, geweldig. Ik denk dat de hele sfeer was natuurlijk geweldig met al die supporters en dat spandoek natuurlijk. En ik denk dat we het wel op zich snel 2-0 maken. Dan maken we het onszelf wat makkelijker. Ja, en uiteindelijk maakt Igor nog een geweldige goal en dan wordt het 3-0. Dan weet je wel dat het klaar is. Dus, En jij nog een geweldige assist? Ja, ik had er 2 volgens mij. 2 zelf? Ja, dus kan zeker slechter vandaag, ja. En vanavond, wat gaan jullie doen? Ja, we hebben een feestje ergens, maar ik weet nog niet waar. Dus dat gaan we allemaal zien. En die beelden van de Koolsingel, ken jij die wel? Ja, wel toch? Ja, ik heb een paar foto's gezien, maar dan ga ik morgen natuurlijk meemaken hoe dat echt is. En ik heb er wel heel veel zin in. Ja, dat is een understatement, denk ik. Ja, maar heel even kort nog dan over volgend seizoen. Hoe zie je dat op dit moment voor je? Nou, daar heb ik nog niet echt heel erg over nagedacht, maar... Champions League? Ja, dat is natuurlijk dat is weer wat nieuws. Daar kan er nog wel allemaal bij. De koek kan niet echt op bij mij, dus dat zien we dan wel weer. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. We zijn natuurlijk kampioen geworden en... iedereen is blij, ik ben blij, dus dat is het belangrijkste nu. Roland Koeman is ook blij, die wat betreft de koek kan niet op. Die zei vanochtend dat jij misschien wel de plek van Martin de Roon over kan nemen op termijn. Tot slot, hoe is dat dan om dat te horen? Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Dat hoorde ik net in een ander interview ook. Ja, dat is natuurlijk heel mooi om te horen. Maar dat zie je, daar ben ik nu niet echt mee bezig. Maar het is natuurlijk wel geweldig dat, dat de bondscoach dat over mij zegt. Dus zeker mooi. Was jij net zo emotioneel als Kuktu, direct na afloop of niet? Ja, ik ben niet iemand die snel huilt, dus dat had ik daar niet, maar ik had er wel, het was wel heel, heel mooi. Dat sowieso wel, maar het is niet dat ik van vreugde dat ik ga huilen of zo. Dus nee, bij mij zie je dat misschien wat minder, maar je bent op een gegeven moment zo blij dat je het misschien niet echt kan uiten. Word je wel emotioneler van alcohol of valt het voor mij? Ja, ik heb al aardig wat op, dus ik ben al een beetje aangeschoten, maar verder, echt emotioneel word ik daar denk ik niet van, maar we gaan een heel mooie avond tegemoet, denk ik. Wat drink je? Alles. Dat wordt gezellig vandaag. Ja, dat denk ik ook wel, ja.